Chris Pijn, is dit de bevestiging dat je nu echt helemaal terug bent? Het is in ieder geval een mooie bevestiging dat ik op de goede weg ben. Ja, zeker. Want piste rijden, dat had je al een tijdje niet meer gedaan, denk ik. Ja, ik denk mijn laatste pistewedstrijd denk ik dat het NK in Heerenveen was. Ja, dat is volgens mij 3 jaar geleden. Dus toen won ik ook de puntenkoers en nu weer, dus dat is wel lekker. Wat voor wedstrijd was het? Jullie gingen er echt hard in vanaf het begin. Ja, het was een pittig wedstrijdje. Op het laatst had ik ook niet heel veel meer over. Toen dacht ik, ik moet zorgen dat ik niet meer afval en Luc reed mooi ervoor. Ik denk, als hij nog mooie punten pakt, dan kunnen we samen het podium op. En dat is gelukt, want Luc is tweede, hè? Ja, daarom dus. Ik denk dat we wel weer hebben rechtgezet. Wat er gisteren net niet lukte, lukte vandaag wel. Ja, want hoe erg baalden jullie na gisteren dat jullie hem toch aan Ruurt uiteindelijk moesten geven eigenlijk? Ja, je wil natuurlijk gewoon graag dat wat je erin stopt, dat het ook uiteindelijk resulteert in overwinning. En dat lukt het net niet en dat kan gebeuren. Dat hoort ook bij een spelletje natuurlijk. Dus is wel lekker dat we vandaag gewoon het goed maken. En Nederlands kampioen in Heerde. Ja, dat is lekker. Nu is mijn woonplaats, dus dat is een lekker gevoel zo. Had jij veel supporters langs de kant? Ja, ik had natuurlijk wel familie langs de kant staan en mijn zoontje was er natuurlijk ook. En mijn vrouw is ziek op de bank, maar dat is wel lekker dat de livestream er is, dus dat is mooi.